Ja, wat moet ik hier nou toch van zeggen? Als ik het zie, dan denk ik aan een vinkenhuisje. Een kopje koffie, ja. En dan denk ik het onderste huis moet voorstellen, dan kun je het ook niet. Een huisje waar je in kunt slapen dus? Ja, zeker. Ik zou het niet weten. Het lijkt wel een boot of zo. Of een... Ja, nee, dat weet ik niet. Deze keer in Kunst om de Hoek zijn we in Sprangkapelle bij het halve zolenlijntje. Op de plek van dit fietspad lag vroeger een spoorlijn waarover het materiaal voor de leer- en schoenenindustrie werd vervoerd. Vandaar de naam Halve Zolenlijn. Een van de kunstwerken naast het fietspad is het koffijhuis van Marcel Smink. Je zegt het eigenlijk heel correct, het koffijhuis. Want het is, ik heb gekozen voor ouderwetse spelling en dat komt ook een beetje door het ontstaan van het kunstwerk. Ja, want het idee achter dit kunstwerk is een heel verhaal. Het moest iets met architectuur te maken hebben. En Marcel die dacht daarom aan een kiosk. Omdat het een verband heeft met een station. Op een station vind je een kiosk. Dan wil ik weten waar dat vandaan komt. En dat komt uit Frans. En van het Frans uit het Turks. En vanuit het Turks uit het Persisch zelfs. Dat is het Koersk. En daar was het een open tuinpaviljoen, dus gewoon zo'n waar de wind lekker door kon waaien. Een soort schaduwplek eigenlijk. En zo verschoof het idee van Marcel langzaam een beetje naar het Midden-Oosten. Maar ook het spoorlijntje zelf heeft een link met de Oriënt. Las op een gegeven moment ergens dat die was aangelegd met de Indische baten. En toen bleek dat geld te zijn uit Nederlands Oost-Indië was het toen. Dat was gigantisch veel geld. En toen bedacht Marcel dat ze in Indonesië vast ook wel een tuinpaviljoen zouden hebben. Maar toen kwam ik op een gegeven moment deze tegen. En dat is een Tonkonan. En die komt uit Sulawesi. Die is van het Toraja-volk. En toen ik me daarin verdiepte, toen kwam ik op een gegeven moment ergens, las ik ergens dat de Tonkonan, dat als je dat vertaalt, letterlijk betekent huis van oorsprong. En toen dacht ik van, oh, dit vind ik nou zo mooi. Hiermee is de cirkel rond. Maar hij was nog niet helemaal rond, want dat geld uit Indonesië werd verdiend met koffie. Wat je ook wel eens haalt in een kiosk. En toen heb ik iets heel spannends gedaan door door het kunstwerk helemaal af te werken met koffie. Het grappige is ook, toen ik het proeven daarmee gedaan had, dat het gek genoeg ook nog bijna op leer leek. En leer werd juist weer vervoerd over dit halve zolenlijntje. En dat maakte de cirkel wel weer helemaal rond.